witbrood, bruinbrood, volkorenbrood, meergranenbrood, heel bruinbrood. De meeste mensen hebben van hun moeder geleerd hoe bruiner, hoe beter. Maar wat is nou eigenlijk echt het verschil tussen al die verschillende soorten en kleuren brood? Brood, daar zit wat in. Maar wat eigenlijk? Een boterham begint bij de graankorrel, meestal tarwe. Als je die in zijn geheel vermaalt, krijg je volkorenmeel. En bak je daar een brood van, dan noemen bakkers het volkoren. Maar als je het meel eerst goed zeeft en alle vezeltjes eruit haalt, krijg je bloem. En daarvan bakken bakkers witbrood. Het voordeel van bloem is dat je brood er zalig, zacht en luchtig van wordt. Het nadeel is dat de meeste goede voedingsstoffen uit volkorenbrood, zoals vitamines en vezels, eruit gefilterd zijn. En dat is nou precies het probleem. Mensen willen én een lekkere luchtige boterham én een goed gezond gevoel hebben over wat ze eten. Daar hebben bakkers wat op bedacht. Zo kan je bijvoorbeeld een mix maken van bloem en volkorenmeel. Dat brood mag je bruin noemen, maar eigenlijk is het gewoon voor de helft wit. Maar er is nog een veel slimmere truc die bakkers hebben bedacht. Ze verven wit brood bruin. Bijvoorbeeld met gebrande mout. Soms zo bruin zelfs dat volkorenbrood er bleek bij afsteekt. Dit is gewoon wit brood dat doet alsof het bruin brood is. Ja. Of ze kleuren de bloem en gooien er daarna nog wat zadelgranen en pitjes bij. En noemen het heel slim meergranen. Maar dit is dus voor 90% gewoon wit brood? Ja, in principe wel, ja. Dat deed je niet. Je kijkt heel verrast. Ja. Om te weten wat je nou precies eet, moet je dus op het etiket kijken waar je brood van is gemaakt. Een witte boterham gemaakt van bloem. Een bruine boterham gemaakt van een mix van bloem en volkorenmeel. Een volkoren boterham gemaakt van volkorenmeel. Of een boterham van bruin geverfde bloem. Met soms, voor het idee, nog een paar procent zaden en pitjes. Die dan meer granen mag eten. En ook al ziet je brood er dan nog zo gezond uit, als er vooral bloem in zit, is het dat waarschijnlijk niet echt. Dit is een totale meeljungle voor de consument. Nee.